Meneer Van der Laan, het is het jaar van Cruijff. Ja, het is zeker het jaar van Cruijff. Nou, we gaan nog wel een paar jaren van Cruijff krijgen, denk ik. En uitgerekend het jaar van Cruijff kan de club uit Amsterdam, uw stad, nog 2 prijzen halen. Ah, ik wou even de huid maar eens een keer niet verkopen voor de weer geschoten is. Maar het is wel in de pas bij het jaar van Cruijff dat Ajax nu weer zo ontzettend leuk begint te voetballen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het leuk, iedereen vindt het leuk, maar ik denk dat hij er best heel tevreden over is. Wat ik daarover wil zeggen, dat in ieder geval het voetbal dus eigenlijk toch wel op, laat maar zeggen, op die ideeën van Johan is nageleefd. Ook met jonge spelers hebben ze ingebracht. Dus dat is, nemen ze in ieder geval wel een voorbeeld aan hem. Kunt u zich herinneren dat Peter Bos nog een gesprek heeft gehad met Johan Cruijff in Israël? Ja, ik weet dat allemaal. Want ja, waar ging dat gesprek over? Dat weet ik niet. Het ging over, waarschijnlijk over dit voetbal wat de Ajax nu speelt. Ik wel, ja. U heeft gezegd dat er mogelijk een viewing komt op het Museumplein. Hoe zit het met Willem II aanstaande zondag? Oh, dat hadden we nog niet eens aan gedacht. Nee, we moeten de bewoners van het Museumplein niet heel erg overbelasten. Maar ik vind een viewing als Ajax de finale haalt, is natuurlijk wel logisch. Wat betreft de schaal, de Eredivisie, wat gaat daarmee gebeuren? Stel, hè, hypothetisch gezien. Ik heb me voorgenomen er niet over te praten. Okay. Want u en ik zijn allebei veel te chauvinistisch en het kan alleen maar misgaan als ik dat nu ga roepen. Het zou nog 2 keer mis kunnen gaan zo. Het kan nog 2 keer misgaan. Het ijs kan worden opgeheven in de zomer. Het kan allemaal.